Dag allemaal, ik ben hier met Discan Hurt van Oost-Vlaanderen. Kun je jezelf een keer voorstellen, eerst de namen en functie in de band? Sven, lead vocals. Jean-Paul, vooral gitaar en meestal songs schrijven, zoiets. Jo, bassist. Jack Noyce, drummer en soundscapes. We zijn hier in de fantastische venue South of Heaven. Zoals je kunt zien, de achtergrond Guns N' Roses. Kun je zelf een keer een feedback geven van jullie concert? Wat vond je er zelf van? Ik vond het vrij goed. Het is de eerste keer dat ik in de zaal. Moest het niet goed zijn, zou ik het ook zeggen. We hebben hier eerder al gespeeld met Stereo Seat. En sinds dat de zaal vernieuwd is, is het echt wel super. Dus ja, ik denk dat dat hier een van de betere zalen van België is, eerlijk gezegd. De klank zit hier ook heel goed, dus ja. De rest laat ik aan u over om te beslissen of dat goed was of niet. De enige vraag dat ik voor jullie heb, was de sound on stage goed? Want ik heb van andere bands gehoord dat het niet goed was. Was voor jullie goed, de sound op het podium? Het was eigenlijk wel te doen. We hebben al makkelijker gespeeld, maar het was goed doenbaar. Nu, wat vond je zelf van de twee andere bands? Een klein beetje andere genre dan jullie. Misschien heb je er een idee van? Ik moet zeggen, ik ken de Freile al. Ik heb zelf een radioprogramma en ik heb Freile, denk ik, een jaar of twee ontdekt. En dan is hij nog CD van de Maand geweest bij mij in het programma. Dus ik kan eerlijk zijn, ik vond dat heel tof voor hier het voorprogramma te kunnen doen. Dus ja, voor mij was dat max. Ik weet, het ligt iets verder van hetgeen dat wij doen, maar dat speelt dan iets meer rol, denk ik. Disc and Hurt, wie heeft er de bandnaam uitgevonden en wat betekent de bandnaam? Zit er een betekenis achter? We begrijpen natuurlijk de woorden, maar zit er een speciale boodschap achter? De band is eigenlijk ontstaan door Jacob en ik. Dus wij zijn als duo eigenlijk gestart. De eerste EP en de eerste CD hebben wij zelfs volledig alleen geschreven. Deze heren zijn er luider bij gekomen. Hè? Dus, maar laten we zeggen, Disc and Hurt. Ik denk dat het de teksten en hoe dat we het wilden gaan brengen eigenlijk wel de luiding dekt. Het is niet de bedoeling dat we... ik wil het wel iets dieper houden van teksten en van dingen. Zoiets. Vrij en vreemd. Nu, misschien een biografie. Ik weet van sommigen dat je in een andere band gespeeld hebt. Wanneer is die ontstaan? Onder welke omstandigheden? Wat zijn de belangrijkste zijprojecten of vorige bands van al van jullie? Ik denk dat wij in 2014, zeker Jacob, 2014 zijn wij begonnen eigenlijk met werken. En ik denk dat, 16, 17 denk ik, is Sven erbij gekomen. En Jo een beetje luiter zeker, ja. Jarke luiter, Verstut. Het is nu vrij organisch gegroeid, dus die groep voor het moment. Verstut, de combinatie die we nu in ons gevieren is eigenlijk voor mij ideaal. Het werkt perfect. Hè? Ook iets waar ik me heel vrij kan voelen, dat ik kan zeggen van kijk, ik kan de nummers schrijven. Wat dat voor mij heel belangrijk is, van een bepaalde continuïteit in de muziek te kunnen steken. Verstuit dat niet altijd, maar je werkt met die persoon en je werkt met die persoon en elke keer ga je een andere band ongeveer rijden. Verstuit, dus dat is niet de bedoeling. Denk ik. Hoe zou je zelf onder directe invloeden beschrijven? Voor mij is het moeilijk, want ik kan er niet direct een stijl op plakken. Op sommige momenten zeg ik typo negatief, een beetje. Maar op andere momenten totaal niet. Hoe kijk je dat zelf op? Ik denk dat dat iets dat vrij organisch gegroeid is. Hoor. Ook het feit van wij wilden de vrijheid hebben van te kunnen doen in onze muziek wat we willen, dat we niet in een genre bezig zijn. Er is niemand van ons die graag naar één genre luistert. Verstaat? Het is niet zo van wij willen stoner maken of wij willen dit maken. Dus we hebben de vrijheid genomen van gewoon te zeggen van kijk, alles wat we leuk vinden, alles wat we willen experimenteren in muziek, dat gaan we erin steken. En dan wordt dat vrij breed natuurlijk. Hè. Maar vooral het goed over de vrijheid in muziek te krijgen. Hè. Ik denk dat het voornaamste is wat wij willen doen. Zoiets. Ja. Nu een redelijk moeilijke, maar wel vrij interessante vrouw, Sven gaat zo kennen. Verondersteld dat je op een verlaat Nederland zit. Je kunt enkel nog drie albums lusten. Je hebt geen internet, geen televisie, geen radio, niets. Welke drie albums zou je eigenlijk van Hidder meepakken op een verlaat Nederland? Dus in feite, wat zijn de drie favoriete albums all time? Ja, van mij weet het al, hè. Je was aan het veranderen. Maar nog een keer veranderen.
Dan blijf ik toch bij October Rust van Type O Negative. Appetite for Destruction van Guns. Ah ja, hier. Ja. En recentelijk eigenlijk Now or Nowhere van The Damn Truth. Nieuw, maar binnenkort in België. Dus zeker in de gaten te houden. Sinds het vorige interview heb ik van de zomer een perfecte kopie gevonden van Appetite for Destruction met de originele kaften. Voor 15 euro. Dus we kunnen niet lachen. Dat is een goede dag. Ik denk van zeker iets van Type O Negative. Zeker zin ervan. Zeker zin van Soundgarden. En zeker iets van Ennio Morricone. Die dreading. Ja. Dat gaat hem zijn. Mad Season van Mad Season. Pees ook wel op Type O Negative, October Rust. En dan, ja. Eentje van Girls Against Boys. Of. Dat zijn er drie. Ja, het is gedaan, het is gedaan. Nine Inch Nails. Type. The Fragile. Tomme. De Nine Inch Nails, The Fragile. Ja, Nine Inch Nails is mij ook nog in. Type en Vrele. Dat is goed. Wat ik zelf kan meespelen, ik zou zeggen Black Sabbath, Black Sabbath. En tweede ga je waarschijnlijk zeker niet kennen, Rami de Requiem, eerste album. Rami de Requiem van Japan, Japanse speed power metal. En dan derde, was ook pakken, ZZ Top. Kan er niet kiezen, best of, ja. Wil je zelf iets toevoegen? Misschien, wat kunnen mensen ondervinden online? En wat zijn de belangrijkste near future projects, wat je nou bij je toekomst zou doen? Ja, sowieso het meest gebruikte is onze Facebookpagina, denk ik. Nieuwe dingen die er zitten aan te komen zijn een akoestische EP, of semi-akoestische EP. Die zou normaal gezien ergens in december uitkomen. Een nieuwe album ligt ook zo goed als klaar, maar daar gaan we nog even mee wachten met te releasen, totdat heel de pandemie hier een beetje zijn kop weggedaan heeft, want het heeft weinig zin om iedereen wil in november gaan uitbrengen, dus ja, je gaat verloren geraken in noop. Dus ergens misschien naar mei, juni volgend jaar nieuw full album uitbrengen, zoiets. Er is iets wat, ik zeg 6 november, ik kan naar 15 concerten, naar 25 gaan en zijn allemaal subliem. Dus hebben jullie ook veel dingen op het programma staan? En momenteel hebben we van dit jaar nog één show in De Dreef in Vorselaar. En dan voor volgend jaar zijn er al een heel pak festivals bevestigd. NCN, Leipzig, Autumn Moon in Hameln, ja, vooral Duitsland. Er staat ook een tour gepland volgend jaar in het najaar, dus er komt wel wat aan. Hebben jullie nog iets toe te voegen? Nee? Dank u wel voor het interview te geven. Dank u wel voor het leuke concert. Ik vond het echt goed. Als het niet goed was, wil je het ook gehoord hebben. Interview was gedaan door Jan Vervaken voor Jan Vervaken YouTube, voor Jan Vervaken Foto en Film Facebookpagina en voor Dump Magazine. Dank u wel. Bye bye.